Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik mijn bureau een makeover geven. Mijn bureau is echt mijn werkplek, altijd al geweest. Maar nu tijdens deze pandemie spendeer ik extra veel tijd hier. Helemaal omdat ik ook thuisstudie nu heb en sowieso bewerk ik mijn video's hier aan. En ik weet niet, dit is wel echt mijn place to be naast mijn bed dan. Gewoon mijn hele kamer is mijn werkplek. Het ziet er nu prima uit. Het is lekker clean, daar hou ik al van. En het is redelijk georganiseerd ook in de laadjes. Het kan op zich. Hier zit mijn make-up en hier zitten al mijn bureau, kantoorartikelen. Maar het kan wel eventjes een make-over gebruiken. Ik ga straks naar de Xenos en ik ga daar kijken of ik wat leuke spulletjes kan scoren die mijn bureau en misschien ook de rest van mijn kamer een beetje kunnen opleuken. De Xenos is op fietsafstand van mij vandaan, dus ik ga even fietsen. En dit is mijn outfit voor vandaag. Lekker simpel. T-shirt, jeans, sneakers. En ik neem dit tasje mee, want hier komt mijn telefoon in en mijn portemonnee. Dus laten we maar gaan. Er is zo ontzettend veel. Ik heb al een winkelmandje vol en ik heb nog niet eens de hele winkel gehad. Zo ziet de situatie er nu uit. Twee volle tassen en er hangt een rek aan mijn stuur. Nou, nu ga ik naar huis lopen. Zo. Ik was echt nog best wel lang in de winkel, want ik ging echt rondjes lopen en op een gegeven moment was mijn mandje echt overvol. Toen dacht ik, oh, die moet ik allemaal op de fiets meenemen. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Ben ik lopend naar huis gegaan, want fietsend, nee, dat zou dan te gevaarlijk zijn. Ik ga eerst even een korte shopvlog doen en dan ga ik mijn bureau een make-over geven. Oké, we hebben hier een rek. Ik had van tevoren al een klein beetje een idee wat ik precies ermee wilde doen. Maar ik heb ook dingen gekocht waarvan ik dacht, oh, dat kan ook misschien wel leuk zijn. Maar we hebben dit rek en dit is officieel een wandrek. Maar ik ga hem niet aan de wand bevestigen, maar gewoon op mijn bureau neerzetten. En hiervoor heb ik ook verschillende bakjes. Dit is er één van. Er zit nu een plantje in. Geen idee of ik het zo ga houden. Maar dan kan ik het zo eraan ophangen. Oh, ik vind het nu al leuk. Een glas met een goud randje. Een klok. Een sieradenrekje. Een waterfles. Een notitieboekje. Een hangmand. En hiervoor heb ik twee dezelfde plantjes, want anders was het te weinig. Een geurkaars. Een opbergpotje. Tas nummer 2. Een placemat. Nog meer ophangdingetjes voor aan mijn wandrek. Oh, niet vallen. Ik heb twee van deze rekjes. Er waren zoveel soorten rekjes en ik wist niet echt wat ik wilde. Dus ik dacht, nou, ik experimenteer hier maar mee en ik ben zeer tevreden. Dan hebben we snoepjes, want ik ben van plan om in dit potje snoepjes te doen. Gewoon een lekker snackje. Dan heb ik twee fotolijsten met een hele leuke print erin. Ik vind het echt nice dat Xenos nu fotolijsten verkoopt met leuke prints. En niet alleen een lijst, natuurlijk. Het is ook handig om een losse lijst te kopen. Maar een combinatie van een lijst en een print in één. Top. Echt helemaal happy. En dan heb ik ook nog kalligrafeerpennen en onderzetters. En dit zijn mijn aankopen. Ik wilde nog meer kopen, maar ik kon niet meer meekrijgen. Maar het is goed zo. Hier kan ik aardig mee decoreren. Het is altijd fijn om met een frisse start te beginnen. We hebben hier het mandje en het leek me leuk om dit mandje daar in de hoek te doen. Ik ga niet heel veel aan mijn plankjes hier veranderen, maar dat stukje vind ik wel leuk.
Dit is het uiteindelijke resultaat. Gebeurt veel, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb trouwens onder mijn bureau ook nog een mand. Die is ook van Xenos. Ik heb hem al een tijdje daar staan. En dat is ook super handig. En ik heb ervoor gekozen om een snoeppotje te verbergen. Ik kies er bewust voor om het niet helemaal in het zicht te houden. Want dan blijft het me aanstaren. Dus vandaar dat ik het er achter zet. Dus daar is mijn snoeppotje. Ik zit er zo naar te kijken en ik vind het hartstikke leuk. Maar ik ga proberen om het rekje daar in de hoek te doen. Dus aan de zijkant. Kijk hoe dat is. Oh. Opties jongens, opties. Dit kan natuurlijk ook. Ik vind het lastig hoe ik het nu in wil richten. Andersom kan natuurlijk ook. Misschien dat ik dit leuker vind. Wow. Ik ben er nog niet helemaal uit over welke kant ik het leukst vind. Zeg maar er zo om of hoe ik het net had. Ik denk dat ik het voor nu even zo laat. Het kan op beide manieren. Maar ik ben hier tevreden mee. Dus voor nu laat ik het zo. Ik denk dat het wel wat mooier is omdat het anders bijna even hoog is als dat plankje. Dan wordt het te druk in dat hoekje. Ik weet niet. Ik vind dit meer in evenwicht dan eerst. Nu wordt het tijd voor het officiële before and after moment. Ik mag trouwens één van jullie blij maken met een giftcard van Xenos. De waarde van 75 euro. Wat je daarvoor moet doen is je moet op mijn kanaal geabonneerd zijn. En ook op het YouTube kanaal van Xenos. En laat hieronder in de reacties achter waarom je de giftcard wil winnen. En wat je ermee zou doen als je het zou winnen. En laat voor de zekerheid ook even in de comments je e-mailadres of je Instagram achter. Want dan kan ik makkelijk contact met je opnemen als je hebt gewonnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn bureau een mini makeover heb gegeven. Mocht je meer van mij willen zien, volg me zeker op Instagram. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!